Ja, Kees, jullie verliezen hier met 2-1. Had hier vandaag meer in gezeten? Ja, misschien wel. Ja. Ik denk dat wij de beide helften niet goed beginnen. Daar waarschuwen ze natuurlijk al voor aan de voorkant. De intensieve manier van druk zetten van Groningen. En dat je daar voorbereid moet zijn. En in beide helften lieten we ons te veel achteruit drukken. Maar er zijn ook momenten en fases geweest in de wedstrijd dat we wel ons eigen spel spelen. En dat je met de 1-1 ook dichtbij een resultaat bent. Ja, wat maakt dit dan toch zo'n lastige wedstrijd voor jullie? Nou, dat zijn alle wedstrijden. Ik bedoel, alle wedstrijden zijn voor ons, zijn de verschillen klein en zijn voor ons een gevecht om iets te halen. En tot nog toe hebben we ons daar zelf in een mooie positie gezet. Alleen dat blijft iedere week weer de taak, zeg maar, om je te wapenen tegen dat wat gaat komen. En we weten dat de verschillen daarin klein zijn. Ook uit bij Groningen. Het is niet zo dat wij uit bij Groningen zomaar even winnen. Ik ben nog niet eens zo ontevreden vandaag wat je ziet. Behalve dat we, vind ik, vanaf het begin de schoon van ons af moeten gooien. En gewoon vrijuit gaan voetballen. Dat is onze kracht. Met veel meer lef als er dan dingen fout gaan. Of je verliest een wedstrijd, dan verlies je hem. Maar dan doe je dat op een manier dat je in ieder geval uitgaat van je eigen spel. Is dat ook de reden dat jullie, ondanks dat FC Groningen het publiek erachter heeft staan, dat ze de volle bak opklappen, toch maar op blijven bouwen met een achterbal bijvoorbeeld? Ja, nou, we willen altijd afwisselen. Dus we zeggen we willen opbouwen. Maar wissel dat af met een lange bal. Dat je eigenlijk onvoorspelbaar wordt voor een tegenstander. Als een tegenstander je echt helemaal hoog druk gaat geven. Ja, dan zul je dat op een andere manier op moeten lossen. Maar we zijn in eerste instantie wel aan het kijken. Kunnen we aan het voetballen komen? Omdat dat is iets wat ons ligt en wat we graag willen. De ballen naar voren schieten en op goed geluk gaan voetballen. Dat wil denk ik niemand. En wij ook niet. En soms word je wel gedwongen tot het spelen van een lange bal. En dan moet je daar een oplossing voor hebben. Ja, dan staat het 2-1. Dan zijn er nog een paar minuten te spelen. Dan breng je aanvallende krachten erin. Dan gaat dat slotoffensief van start. Zat er wat in, vond jij? Nou, dan wordt het een beetje geluksvoetbal. Hè. Dan ga je met Jacob Melenga nog, Marco Dona voorin. Dan ga je de ballen erin brengen. We hebben wat halve mogelijkheden daaruit gekregen. Maar echte grote kansen niet. We konden denk ik daarin te weinig een echte vuist maken om aanspraak te maken, nog om de 2-2 te maken. Ja. Is het nu inmiddels ook de tijd dat jullie toch wat zorgelijker naar beneden gaan kijken? Of zeg je van, nou ja, het gaat nog wel aardig en we gaan dit wel redden? Nou, wat wij moeten doen, vind ik, is niet te veel naar de stand kijken. En niet te veel naar wat als en dat soort dingen gaan kijken. Ja, maar omdat er onderin toch ook wel gesprokkeld wordt inmiddels? Ja, maar dat is prima. Wij moeten naar onszelf kijken. En iedere wedstrijd opnieuw gaan voor datgene wat we willen. En dat is een goed mogelijk resultaat halen. En we hebben er nog 13 te gaan. Hiervoor hadden we er 14. Nu zijn het er nog 13. Deze is geweest, dus die kun je vergeten. En dan is het de volgende weer. En daarna is het weer de volgende. En zo moet je het zien. En te veel naar een ranglijst gaan kijken, dat gaat je echt geen meer punten opleveren. Je moet je bezighouden met je zo goed mogelijk je spel op orde krijgen. En dusdanig op het veld staan dat je resultaten gaat halen. Maar wij wisten van tevoren, toen we aan deze race begonnen, dat het een hele mooie uitdagende race zou worden. En daar zijn we mee bezig. Dus daarin hoeven we niet snel in paniek te raken. Dankjewel. Graag gedaan.